Hallo en welkom bij deze video waarbij ik je de spelregels en de setup zal uitleggen van Labyrinth Team Edition of ook bekend als Doolhof Team Edition. We hebben het spel opgezet voor twee spelers, dus de rode en de gele speler. Die heb ik al op hun startpositie gezet. Ik heb ook de verschillende tegels al in het doolhof gelegd. Ik moet er wel op wijzen dat deze tegel die ik al omgedraaid heb, om straks iets anders uit te leggen, dat hij eigenlijk op de normale wijze in het doolhof eerst raakt. Dus bij wijze van tutorial straks draai ik deze al om, zodat we zien wat dat straks geeft. Iedere speler krijgt ook zijn spelersbord, krijgt één schuifspreuk en krijgt één draaispreuk. Nu, de draaispreuk, die kunnen jullie later of als je de volgende keer spelen, vervangen door een andere spreuk. Wat de verschillende spreuken zijn, die liggen hier bovenaan. En die zal ik straks uitleggen. De schatkaarten, die worden geshuffeld. En elke speler krijgt er twee. Ziezo. Daarnaast ligt er nog een stapeltje Daedalus kaarten. Die worden ook geshuffeld. En die worden in het Daedalus boek gelegd op het icoon dat een soort doodshoofd voorstelt. Ziezo, we zijn nu klaar om het spelletje te starten. Wat is de eerste stap? De eerste stap is altijd dezelfde. Er wordt een kaart omgedraaid van het Daedalus boek. En er wordt bekeken wat erop staat. In dit geval, wat staat erop? Dat er tussen de rode en de blauwe speler één omgedraaide tegel wordt tussengeschoven. Dus blauw en rood is hier en die gaat dan op deze manier in het doolhof. Ziezo. En dan is het de beurt aan de speler. Nu, wat kan de speler allemaal doen? Hij kan natuurlijk gebruik maken van zijn twee spreuken of hij kan al bewegen en een schat proberen nemen. Laten we veronderstellen dat deze tegel nu even zo ligt. Voilà. Dan kan de rode speler, moet even kijken, de rode speler direct de pot nemen. Jij kan de schat dan al wegdoen eigenlijk van zijn spelersbord. En dan mag hij nog eens. Hij mag gebruik maken van de spreuken voor of na of tussen zijn acties door. Dus hij heeft de pot genomen. Hij kijkt of hij de toverstaf ook nog kan nemen. En dit kan hij in dit geval doen. Hij mag ook nog gebruik maken van de spreuken. Nu, als hij zijn twee schatten heeft gevonden, dan is het logisch dat hij voor zichzelf niet meer kan doen, maar we spelen als een team. Dus hij kan de spreuken nog gebruiken om eventueel de gele speler dan te helpen. De schuifspreuk is hetzelfde zoals we die kennen uit de traditionele doolhof. Dat is de tegel nemen, op deze manier, en we schuiven die er ergens tussen. Laten we veronderstellen dat ik een doorgang wil creëren voor de gele speler naar de andere kant. Dan kan ik dat op die manier bewerkstelligen. We draaien dan de spreuk om. We hebben ook nog een draaispreuk. Die draaispreuk die kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een tegel gedraaid wordt. Bijvoorbeeld, als we deze tegel willen draaien, dan kunnen we dat op die manier doen. Ziezo. We draaien dan de spreuk om en dan is het aan de volgende speler. Dus om even samen te vatten, je kan bewegen, een schat nemen. Als je een schat hebt genomen, dan mag je nog eens bewegen. Je kan de spreuken doen voor de eerste beweging, tussen de twee bewegingen of na de tweede beweging. En dan is het de beurt aan de gele speler. Nu, eerst wordt weer een kaart omgedraaid. Dus nu, tussen de gele en de rode speler, wordt er een tegel tussengedraaid. Tussengeschoven, sorry. Op omgekeerde wijze. Als er nu een schat is die de gele speler zou moeten hebben, en die is toevallig op een omgedraaide tegel, of je wil gewoon weg weten wat er op de achterkant van de tegel zich bevindt, dan kan je hem daar bewegen. Dan draai je de tegel om, leg je die op een willekeurige manier, en staat de huidige speler erop. Ik ben het daarnet vergeten te zeggen, maar de rode speler heeft geen schatten meer, dus die vult bij tot 2. Mocht de rode speler 1 schat gevonden hebben, dan trekt hij gewoon 1 kaart. We zitten nu even verder in het spel.
Alle schatten zijn bijna gevonden, tot aan de laatste. Wanneer een van de spelers de laatste schat neemt en alle pagina's van het Daedalus-boek zijn nog niet omgedraaid, dan winnen de spelers. Nu, in de Daedalus-boeken zijn er eigenlijk drie opties die kunnen voorvallen. Ofwel gaan de spelers naar een bepaalde positie, bijvoorbeeld rood en geel, die gaan naar de startpositie van blauw. Er wordt een omgedraaide tegel in het doolhof geschoven. Of bepaalde tegels waar schatten op staan, die worden gewoon omgedraaid. Je kan bijvoorbeeld een bladzijde omdraaien, waarbij bijvoorbeeld het perkament. Perkament is vast, dus dat gaat niet. Bijvoorbeeld deze schoenen worden omgedraaid en waarbij de tand wordt omgedraaid. Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je ofwel deze weer uit het doolhof schuift, ofwel dat je erop gaat staan zodat we die kunnen omdraaien. Dit is meestal het eerste spelletje. Als je daarna op een andere manier wil verder spelen, dan wordt de draaispreuk uit het bord genomen en dan kan je kiezen uit een van deze vier andere spreuken. Deze spreuk is zeer simpel. Daarbij worden twee tegels gewoon van plaats veranderd. Bijvoorbeeld op die manier. Deze spreuk wil zeggen dat je over een omgedraaide tegel kan springen. Dus bijvoorbeeld, als dit het geval zou zijn, kan heel gewoon naar hier gaan. Deze spreuk betekent dat je via de startpositie van een speler kan teleporteren naar de startpositie van een andere speler. Dus, bijvoorbeeld, als dit het geval zou zijn, dan kan bijvoorbeeld geel naar de startpositie gaan van blauw en daar teleporteren naar geel om zo bijvoorbeeld het drankje te nemen. En deze tegel, dat is nog een speciale spreuk. Daarmee kan je eigenlijk je buiten het bord begeven. Als bijvoorbeeld rood hier zou staan, en nu moet ik even kijken, dan kan hij bijvoorbeeld beslissen om hier uit het bord te gaan en zo weer in het bord te komen. Ziezo, dit was de setup en de spelregels van de Lila Parents Team Edition.